Hey, goedemorgen, welkom hier bij Farmbook. Oké, ons is nog hier zo in die voermolstal hier bij Nampo en onze keierbekie bij Aie. En ons gaan so klein beetje kijken naar die rooi koenskop beesras. En hy gaan net vir ons een beetje oorsig gegeven oor precies wat alles hier aangaan. Kom ons hoor wat hy te sê het. Aie, hoe lyk dinge? Hallo Tinus, lekker om jou weer bij ons te hee en welkom hier in die rooi koenskopstal. Ja, dankie man. Aie, vertel my een beetje, julle het boer nou een beetje met die manne en het kudde daar so. Toch met zo'n klein beetje meer oor die ras en dan ook hele sommer julle boerdery. Weet je wat, Tinus, die rooi koenskop is een dubbeldoel ras. Dat beteken hy het een vleis en een lekker melkcomponent. Die rooi koenskop het eintlik een baie lange geschiedenis in Suid-Afrika. Hy is een ras wat vroeger jaren baie volop in Suid-Afrika was. Juist vir sy dubbeldoel voordele wat hy bied. Op die oomblik boer ons met hom as een vleisbees wat oor genoeg en goeie melk produceer vir kalvers. En ek dink dis een bees wat baie gemakkelijk op natuurlijke weiveld 7 maande kalvers speen wat 50% van hulle koeie se liggaamsmassa weeg. So, dis een bees met een goeie temperament, dis een bees wat goed aanpas in Suid-Afrika se extensieve grasveld plekke en weidings, omdat dit nie so groot bees is nie, dis een medium raambees wat baie mak, wat minder onderhoud verg as een groter raambees en met sy lekker melkcomponent, dink is dit een bees wat baie goed wat jy op die veld het kan omskakel omdat iets wat in jou sak is. So hy kan jou gras in geld omsit. Hy probeer dit doen, ja. Hier is nou oorspronkelike Britse... Dit is oorspronkelike Britse type ras, Tinus, ras met meer hare en afkomstig van Brittanje af. Maar is ook al lekker lang hier, hy is gekom van met hy sis al John Rhodes, as ek reg verstaan. Hy kom van die vroege jare af, ja. So hy het een dik geskiedenis in die land. Hy het een lekker dik geskiedenis en ek dink dis een beesras wat besonders baie gebruik word in kruisteelprogramme. Dis een bees wat 100% koenskop is, wat beteken op enige koei of kudde wat ons al gebruik sal hy die hoorings wegvat. En dis een rooi bees en ons moes een slagspreek wat sê rooi bees is een mooi bees. So hy is rooi en ook die feit dat hy een besonderse rustige temperament het, goeie melkproduksie, ek dink dis een lekker pakket. Hierin is omtrent rustig. Ja, dit is die bees is amper so 3 jaar oud. En hy... Dit is vir die mense so, dit so, kyk of ek so volprint foto kan kry hier so. Daar is een dik stuk vleis wat hier so lê. Nee, dit is een groot bok. Ja, en ek kan ook sien, as jy so nog van die voorkop kyk, as jy so my sien, hier is een mooi bok. Dit is een sterk bok. Goed, as die mense nou meer wil weet van die ras, is dit hoe raak hulle betrokke, wie kontak hulle? Wie wat, hulle kan ons telersgenootskap kontak, Tinus. Op die oomblik het ons ons sekretaris is Sandra van Wyk en ons kanaal skakel op 082-718-3533 of net e-post stuur aan ons rooi koenskop telersgenootskap en daar is ons spoedig net hoe terugkom. Julle het een webteist en alles, julle kan net van kijk. Jy kan het eindelijk maar net boek. Ek sal dit soms vir julle in, ek sal soms die webteist die insit en dan kan julle daarop gaan klik en meer gaan uitvind oor die ras en hoe die ouwens te werken gaan. Dat is recht. Nee, Tinus, baie dankie, dankie vir die keier en ons waardeer julle tyd. Altijd lekker om julle bij ons te hee. Oké, dankie man, waardeer.